Vandaag zijn we aanwezig in Bobbejaanland, dat gedurende 3 dagen is omgetoverd tot Gameland. Met andere woorden, een pretpark vol games, games en nog eens games. En uiteraard is ook Nintendo aanwezig met bekende games en zelfs met spellen die nog niet op de markt te krijgen zijn. Een uitdagend game dat pas in 2013 te krijgen is Luigi's Mansion 2 voor Nintendo 3DS en Nintendo 3DS XL. Luigi, de broer van Mario, krijgt opnieuw zijn eigen game en hij bibbert erop los. Hier in het Luigi's Mansion 2 spookhuis kan je al een unieke preview van de game ontdekken, waarin je talrijke puzzels kan oplossen en spoken kan vangen met de stofzuiger van Luigi. Ik vind de graphics heel goed meevallen. Ik vind ook de interactie, dat je je scherm kunt draaien met bepaalde knoppen, dat je heel de kamer kunt zien, vind ik wel heel mooi gedaan. Het geeft een extra perspectief van het spel. Ben je fan van Pokémon? Dan heeft Nintendo nog een primeur aan te bieden, want de lang verwachte games Pokémon Black 2 en Pokémon White 2, die pas op 12 oktober verschijnen, kan je hier op de Nintendo stand al als allereerste uitproberen. Hou je meer van racen? Dan kan je je inschrijven voor de Mario Kart 7 competitie en kan je kans maken om deze prachtige Mario Kart 7 Cup in de wacht te slepen. Schrijf je dus zeker in op onze stand, want de plaatsen zijn beperkt. Ik vind dit echt super cool, hè. Ik vind het echt een tof spel. Ja, mooi. Yeah. Goed gedaan. Ja! Yeah! Er zijn enorm veel games te ontdekken hier op de Nintendo-stand, waaronder de nieuwste New Super Mario Bros. 2 voor Nintendo 3DS of Nintendo 3DS XL. Dit is een traditionele, spannende Mario-game waarin je meer dan ooit houten munten kan verzamelen. Probeer er dus zoveel mogelijk te verzamelen dankzij onverwachte nieuwe power-ups. Naast New Super Mario Bros. 2 hebben we ook nog een hele reeks andere games dat je hier op de stand kan ontdekken, waaronder Kid Icarus Uprising, Heroes of Ruin of Kingdom Hearts. Dus kom zeker langs als je ook deze wilt uitproberen. Heb je zelf een Nintendo 3DS of Nintendo 3DS XL? Breng deze dan zeker mee, want hier op de Nintendo-stand kan je je virtuele kaartenalbum van Mario en Sonic op de Olympische Spelen 2012 verder aanvullen. Mario en Luigi beleven alvast 3 fijne dagen op Gameland en kijken er ook naar uit om jou hier te ontvangen.